Gaan we naar een saaie wedstrijd kijken, Iep? Kom op, man. Niet als wij de bal hebben. Als hun de bal hebben, is het saaie. Maar als wij de bal hebben, niet. Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Zoals altijd is het in de FC Straat League alles of niks. In de vorige aflevering kon je al zien dat de Street Captains battles hebben gedaan tegen Team Amsterdam met Ayoub die back is. Hier even korte samenvatting van de vorige aflevering. Jij bent wel iets meer onder de indruk van je tegenstanders. Nee, helemaal niet. We gaan gewoon winnen. Yes, voordat we verder gaan met de video wil ik jullie bekendmaken dat de nieuwste collectie online staat. De FC Straat tenue. Wees er snel bij. Op is op via fcstraat.com. Op dit moment zijn de boys uit Amstelveen zijn de Street Captains. Ze zijn tot nu toe ongeslagen, undefeated. Maar gaat daar verandering in komen? Want we hebben een kersverse uitdagers uit Amsterdam. Ayoub, Levi, Pharrell, Mark, Kenny. Deze boys zijn hongerig en ze hebben al vorige keer laten zien, door het potje met 1-0 te winnen, dat ze in staat zijn om te winnen. De Street Captains trouwens hebben tot nu toe als captains 1 wedstrijd gewonnen. Als ze in totaal 3 winnen, krijgen zij exclusieve sneakers van onze partner Restox. Trouwens, jij kan als kijker ook eigenaar worden van hele mooie sneakers. Wat moet je daarvoor doen? 1. Volg FC Straat en Restox op Instagram. Laat in de comment achter met je Insta erbij waarom jij deze patas verdient. En wie weet sturen wij die naar jou op. De winnaar van de vorige aflevering komt trouwens nu in beeld. We hebben een scheidsrechter, maar het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen zoals we dat op de straten gewend zijn. We gaan zo beginnen, mogen de beste winnen. Maar we beginnen met een box. Het is de spanning. Boys zijn zelfs een box vergeten. Dit wordt een mooi affiche. Heel veel kijkplezier. Levi, vorige keer gingen jullie inzakken. Zij hebben dat nu ook door. Gaan jullie iets anders doen of hoe gaan jullie het aanpakken? Nee, we blijven gewoon bij hetzelfde plan. Oké, en stel dat zij ook rustig blijven, wat gaan jullie dan doen? Dan gaan we gewoon hetzelfde doen wat we altijd deden. Oké, maar dat betekent dat het een saaie wedstrijd kan worden, maar als jullie allebei gaan wachten. Zeker. Zeker? Het is de bedoeling dat je zegt zeker niet. Gaan we naar een saaie wedstrijd kijken, Ayoub? Kom op, man. Niet als wij de bal hebben. Als hun de bal hebben, is het saaie. Maar als wij de bal hebben, niet. Pharrell, ik zie jij bent hongerig. Armen over elkaar. Ja, je zeker. Bent klaar. Ik ben zeker klaar. Ik vind dat jij de vetste celebration ooit hebt gehad. Winning team! Winning team! Check dit. Tigo. Ja. Ja. Zij gingen dus inzakken. Mm-hmm. Stel, zij blijven dat doen. Wat gaan jullie dan doen? We gaan rustig overspelen en we gaan hun laten kiezen. We gaan ze natuurlijk moe spelen, zodat er ruimtes komen en zodat wij kunnen aanvallen en kunnen gaan scoren. En in het druk zetten gaan we... Oh nee, wacht, dat ga ik niet vertellen, want ze kunnen me horen nu. Dat ga ik niet vertellen. Oké, gaan we heel rustig zeggen. Kom eens hier. Dat willen we wel... Kom, cameraman dichterbij. Wat is dit, Ori? Wat ga je doen? In druk zetten, we gaan eerst... Laten we ze inspelen naar de back. Zetten we zijkant vast en laten ze terugspelen naar de keeper. De keeper is een beetje houterig, denk ik. Ja, het is me een beetje opgevallen en dan gaan we hem via de lijn van de back gaan we op hem druk zetten. Zodat hij niet echt veel meer kan. En het is één keer gebeurd, schoot hij ook gelijk in niks handen. Dus ik denk dat dat een goede tactiek is. Hey, maar ik vind het zo tof. Hè. Jullie hebben geen trainer, hè? Is dat niet lekker af en toe dat je gewoon zelf allemaal dingen kan bedenken? Ja, dat was soms wel lekker. Soms? Ja, soms wel. Ja, soms zegt trainen ook goede dingen, toch? Maar nee, nu ik zeg niet dat trainen geen goede dingen zegt, maar nu ben je zelf verantwoordelijk. Je moet zelf, ja. Hey, dames, jullie de captains, ja. De street captains. Ja, is wel lekker. Oké, dan. Dat wou ik horen. Ik ga eerlijk zeggen, je hebt Champions League wedstrijden, WK wedstrijden, noem het maar op. Ik vind dit het meest entertainende wat ik ooit heb gezien. Straatvoetbal op het hoogste niveau met een mooi affiche. Boys uit Amstelveen, de street captains tegen Amsterdam. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go. Ja, we zijn veel te vroeg. Maar maakt niet uit, we gaan door. Let op de lijn, hè. Oh, goed gespeeld. Hessel is weg. Hessel met de kapbeweging. Oei, dat is jammer. Oké, dit is Kenny. Kenny, keeper. Levi, op Ayoub. Ayoub, oh. Loef je Ayoub.
Wat doet hij? Hij is terug, het monster. Hij is op zoek naar die blauwe aanvoerdersband. Het is 1-0. Het is allemaal afwachten. Jaden gaat schieten. Doelpunt! Ja! Ja! Het was niet de mooiste goal. Fout van de keeper. De keeper zag hem denk ik laat aankomen. Nog één goal krijgen we. Shootouts. Levi, Levi met links. Redding. Levi, oh, Farrell. Hessel. Mooie goal. Hey, jammer. Dus Mark, Mark op Farrell. Farrell, Levi, Levi. Redding van Nick. Hessel, goede aanname. Hessel, 2-1. Geen genade, de topscorer Hessel. Wij krijgen shootouts. Jullie mogen bepalen, gaan zij als eerst of jullie? Zij als eerst. Hessel, de shootout koning. 3, 2, 1, kom maar. Hessel, Hessel. Oh, 3-1. Mentaal is dit. Ejoep, neem zijn verantwoordelijkheid. 3, 2, 1, kom maar. Oh, kapbeweging, shuffle. Drie, twee, we gaan wisselen van helft. We krijgen gelijk een time-out. We gaan drukken. Drukken? We gaan drukken, jullie twee drukken. Vooruit. Ik sta maar eentje achterin op die blauwe, ik weet niet hoe die groeven is. Ik niet echt. Hij komt los, hij komt drukken. Ik zou zeggen, jullie twee gaan erdoor. Ze mogen niet kappen draaien, Levi, vooruit, kom. Boys moet gewoon laag. Zij gaan laag. Wij moeten gewoon rustig blijven spelen, boys. De hele tijd gewoon rustig blijven steven, steeds meer omhoog komen. En dan als hij wel daar naartoe gespeeld, ja, gaat hij door. Zet ze door. En wat we zeiden hebben we niet gedaan, in het druk zetten. We zouden hem niet laten indrukken, we zouden hem laten spelen naar de keeper. Als het hoog gaat, als we staan te schieten, dan wordt het lastig te zien. Als we staan te hoog, er voor ruimte. Kan je hoog komen? Ga je gewoon hoog schieten? Ik ben rebound. Kom op, boys. Volgens mij een hele korte aflevering. Het staat al 3-2. Kom maar, boys. Mooie bal. Levi, Farrell. Redding. Van Nick. Een hele, hele mooie en belangrijke redding. Hessel, Hessel. Deze gevaarlijk, dit hebben ze ingestudeerd. Dit hebben ze ingestudeerd om die keeper onder druk te zetten. Dit hebben ze nog besproken, dat ze de keeper onder druk zouden zetten. Maar dit is Hessel op de lat. Amsterdam heeft het heel erg moeilijk op dit moment. Hessel. Mooi, doorgespeeld. Tigo's weg. Redding van Mark. Levi. Mark. Goed gespeeld. Twee. Ja, je weet het, straatvoetbal is alles mogelijk. We zijn weer begonnen. Ja, wat? Hessel, keeper wordt onder druk gezet. Maar hij blijft rustig en nu gaan ze het uitspelen. Nu gaan ze het uitspelen. Hessel. Tico loopt slim daar. Tico loopt heel slim. Danny, Hessel, stapt hem terug. Speelt hem in. Hij gedraaid. Mark met de redding. Wat krijgen we hier? Ejoep gaat weer keeper. De laatste keer dat Ejoep ging keeper, stonden ze 9-3 achter. En wonnen ze uiteindelijk met 10-9. Ik weet niet of het slim is dat ze dat nu doen. Oh, goed gespeeld. Is hij uitgereden of is hij erin? Bal Amsterdam. Gaat die nieuwe tactiek werken? Heeft hij goed gedaan? Oh! Shootout. We krijgen een shootout. Keeper raakte de bal, maar ook de speler op een gevaarlijke positie.
Leven is de verantwoordelijkheid. 3, 2, 1, kom uit. Nick, uit de jij. Kans voorbij. Nick, keihard. Dit is een belangrijke kans die ze laten liggen. 4, 2, Ayoub als keeper. Leven speelt. Mooi gedaan, Levi. Jammer, interessante ontwikkeling met Ayoub als keeper. Ik weet niet of het slim is, maar goed, de toekomst zal het wijzen. Kenny. Goed ingespeeld, Levi! Dat is jammer. Wat gaat er vandaag gebeuren? Het kan zo klaar zijn. Het is gelopen. Prachtige bal van Nick. Dit is gevaarlijk. Je moet in de bal komen. Dan Kenny. De streetcatters blijven rustig. Dat maakt ze zo goed. Ze laten zich niet opmaken. Let's see. Hands! We hebben even de beelden teruggekeken. Het was duidelijk Hens en ook nog eens zelf degene die scoort. Dus bij deze is die afgekeurd. Gaan we verder met 4-2. Kom maar. Nessie, het is klaar. Alsnog is het klaar. 5-2. Heerlijk. Terecht? Nee. Waarom niet? Wij maken onze kansen niet af in hun vel. Hebben jullie ze een beetje onderschat? Nee, niet echt. Waar liggen dan? We stonden niet goed klaar. Er is huiswerk voor jullie te doen, man. Gaan we jullie terugzien? Ja. Kenny, waar ging het fout volgens jou? Ik denk achterin dat er veel ruimte lag voor hun. Die heeft zo gewoon goede kansen afgemaakt. En wij moesten de kansen gewoon afmaken, dat is het. Mark, hoe was het voor jou? Je moest opeens wisselen. Ja. Was het een goede keuze? Ja, we hadden wel meer kansen gecreëerd, alleen we hadden meer moeten afmaken. En dat ene foutje op het begin, ja, is gewoon jammer. Oké, man. Farel, Levi. Ik hoop jullie in ieder geval nog terug te zien, maar sterker dan dit. Want jullie zijn heel erg goed, maar het is er niet uitgekomen. Dus de volgende keer hoop ik dat jullie wel kapot gaan maken. Auw. Ja, dan maar op deze manier. Ja, niet de beste, maar ja. We hebben wel gewonnen. Was wel goede tegenstander. Eerste paar minuten tikte soms een beetje weg. Laatste paar minuten ook. Maar daarna kwamen we weer goed terug. En hebben we de wedstrijd gewoon gewonnen. Ja, eigenlijk met 6-2. Ja, eigenlijk wel. Als je topscorer bent, dan wil je dat elke goal telt, hè? Of niet? Ja, daarom. Ja. Je kan voor Insta gebruiken. Nee, ik ga niet gebruiken. Hé man, ja, ik weet niet wie ik nog voor jullie moet halen, man. Jullie hebben al, weet ik hoeveel wedstrijden onverslagen. Elke keer gewoon ook heel gemakkelijk in uitslagen. Moet ik Boys uit Parijs of zo voor jullie halen? Wat moet ik doen? Ja, je mag iedereen voor ons halen, want we verslaan toch iedereen. Dus ja, maakt niet uit. Maakt echt niet uit. Dit is duidelijke taal. Hey, luister dan, vond je deze video nou tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien en klik daar om gratis lid te worden van SC Straat, de grootste voetbalclub van Nederland. Laten we de magie in het voetbal weer terugkrijgen, want magie begint bij straatvoetbal. Ik bedoel, de roulette heeft Zidane niet van een trainer geleerd, maar van zichzelf op straat. Ik ben trouwens niet tegen trainers, is dan wat ik bedoel. Ik hou van deze trainers. Oude sneakers.